Jongens, dit is het tweede gedeelte van het oefenterrein. Voormalig oefenterrein hier zo. De rijden ze hier tussen ook met naked jeeps met MAGS erop gemonteerd. Maar MAGS wil zeggen Mitrailleur MG 762. En gevolgd door Laro's, 1 tonners DAF, 3 tonners, 4 tonners radiowagen en 900 liter waterwagen ook, 900 liter. En je had ook dan nog een veldkeuken die meeging. En natuurlijk tenten, kleine tankjes, pubtankjes. En ze rijden dan hierin. En dan werden er zeg maar werd uitgeladen. En dan, begon zeg maar het kanonvleer van de voertuigen. En zeg maar de stellingen. Kijk, hier heb je de eerste stelling. Meestal is het nou wat minder diep, maar toen was het wat dieper. Dan heb je zeg maar een MG-stelling. Nou, dan heb je verder naar achteren toe. Dan had je zeg maar een tweemans tweemans put. Zal maar zeggen, die gegraven is, weet je wel. Een stelling. Waar eentje met een anti-tankwapen lol en een machtschutter of een valschutter zat. Verderop weer een eentje met een Uzi en met een val. En verderop weer. En dan had je weer een machtschutter en een valschutter. En daar had je dan weer een stelling. En ja, zoals je ziet kan je door de vegetatie bijna niks meer terugvinden. Heel erg jammer. Dus er zijn wat kleine dingetjes hier. Maar ja, de stand de tijd die overgroeit, de grond is in beweging. Dus helaas zien we daar niet al te veel van terug. Dus, maar ja, dit is hier wel ontzettend mooi. En dan gaan we zo even een rondje doen. En dan gaan we kijken of er nog wat van de kazerne Krailo te zien is. En zo ja, nou, dan laat ik jullie dat even weten. En anders wordt het een andere keer. Maar ik moet zeggen, het is heerlijk weer. Ik dacht vanochtend, nou, met al die buien en regen, maar heerlijk opgeklaard. En als je hier loopt, is heerlijk, heerlijk aan iedereen aan te bevelen. Echt aan te bevelen. Als je even je hoofd leeg wil maken. Even lekker, even alles eruit gooien. Weet je wel, gewoon hier even lekker wandelen. Lekker rustig en lekker frisse zuurstof. Lekker even gewoon relaxen. Dan ben je hier aan het goede adres. Dus ik zou zeggen, iedereen die een beetje zeg maar rust, relaxatie of gewoon even zo veel leeg wil maken, kom hier naartoe. En wandel hier lekker rond. Nou, de groeten vanaf het voormalige oefenterrein. Waar soldaten en militairen van kazerne Krailo en de Palmkazerne gebruik van maakten. En zoals jullie kunnen zien, het is een heel stuk, groot stuk grondgebied hier. Ideaal. Jammer dat Defensie niet meer actief is hier zo. Dus, maar ja, het is helemaal zo. Nou, de groetjes.